Vooruit was de partij van Conor Rousseau. Ik heb mijn kritiek op Rousseau niet onder stoelen of banken gestoken. Ik heb u tevens gewaarschuwd voor zijn blatant racisme. En ik had verdomme gelijk. Want in oktober deed hij... racistische uitspraken over de Roma-gemeenschap in Sint-Niklaas. In vino veritas, zei Bart de Wever. Ook al was het zattemansklap... ook al was het grappend. En meer dan een maand later nam hij direct ontslag. Ik neem per direct ontslag. Zijn ontslag had niets te maken met racisme, seksisme of aanzetten tot geweld, maar... het gaat te veel over mij en het gaat niet meer over waar vooruit voor strijd. Voor alle duidelijkheid, de man die zegt dat het te veel over hem gaat, is ook de man die deze foto op Twitter plaatste. Kort na zijn ontslag werd ons YouTube-kanaal en onze Discord-server zonder slag of stoot verwijderd. We hebben nog altijd de Roma's, jongens en meisjes, de Roma's. Fuck you, Connor. Het YouTube-kanaal hebben we kunnen redden, maar het verlies van de Discord-server werd vergeleken met de brand in de bibliotheek van Alexandrië. Vervolgens bleek hoe racistisch zijn aanhangers eigenlijk zijn. Veel mensen denken wat hij gezegd heeft, maar het niet durven of niet mogen zijn. Of wel racistisch wat hij gezegd heeft, natuurlijk. Niet echt. Wat gezegd wordt, dat veel mensen denken, vind ik. Maar eigenlijk, ik heb gezien wat wij allemaal een beetje kunnen. Ervaren ook. Had jij je mening niet meer moest zeggen, dat wil niet zeggen dat je racist bent. He. Klopt met uw matrak op die bruine mannen is geen mening. En dat van een partij die hun eigen politiek minder belangrijk vindt dan het tegenhouden van een andere partij die ze beschuldigen van te doen wat hij letterlijk gedaan heeft. Vooruit ziet zichzelf als de enige partij die zo'n regering met radicaal rechts kan tegenhouden. Ik zie wel een groot verschil. U laten filmen wanneer u racist tegen de politie uitlaat. Kan je niet zeggen van mensen van het Vlaams Belang. De nieuwe voorzitter is heel sympathiek, maar ze steunt een gekende racist. Lieve vrienden, hij is hier vandaag niet, maar geef een daverend applaus voor onze Conor Rousseau. Misschien in de hoop dat hij zou veranderen. Als je een boek twee keer leest, en dan blijft het ook hetzelfde. Maar de waarheid komt uit een kindermond. Eventjes was ik tevreden over de socialistische partij. Dit is niet de partij van Conor, zegt huidig voorzitter De Prateren. Er kwamen zelfs oude bekenden terug in beeld. Er is een vaste pensioenleeftijd op 65 jaar, binnenkort 67. Hey John, blij u te zien. Maar de problemen waren niet verdwenen met Rousseau. Tom Meeuws van de partij Vooruit, onverwachts, een schepenambt neergelegd. Tom Meeuws, schepen in Antwerpen. Werd vooral bekend als minnaar van Lisbeth Homans. Politieke leven valt hem zwaar. Dat is heel licht uitgedrukt. Toen bleek dat Meeuws iets gemeen had met Rousseau. En het was niet de vermeende liefde vermeend. Hij kwam na zijn vertrek onder vuur omdat hij racistische uitspraken had gedaan, mogelijk ook over beeld. Volgens mijn verbeelding heeft hij haar gezegd dat haar kleur hem niet aanstaat. Dit is een mop voor trouwe kijkers. Ginny wou dat ze op haar partij kon rekenen. Maar ze heeft zich nu teruggetrokken. Want ze voelde de storm al komen. In haar enkels. Conor Rousseau zal dan toch nog voor de verkiezingen zijn comeback maken. De laatste keer zei hij dit. Op sociale media zegt Rousseau vandaag dat hij nu aan zichzelf wil werken. 6 maanden later kwam hij terug met een nieuwe neus en een goede vraag. Heeft de politiek nood aan iemand zoals mij? In het kort, nee. Deze aansteller wordt verdacht van veel, maar hij is aantoonbaar een racist, een seksist en een censurist. Vraag maar aan het laatste. Nieuws. Rousseau trok naar de rechtbank om de publicatie van het artikel te laten tegenhouden. Een artikel tegenhouden is censuur en dat is verboden. Heeft tevens ook een onderhandse strategie verzonnen om voorkeurstemmen te halen. Hij zegt dat hij stopt met de politiek als hij niet meer verkozen geraakt. Kiezers zullen hem een voorkeurstem moeten geven. Beseft Melissa, zijn compagnon de Groent, dat het haar voorkeurstemmen cannibaliseert? Nee, dat weet ik niet. Met vrienden als Conor heb je geen vijanden nodig. En dan nu het lang verwachte antwoord op een nutteloze vraag. Wie heeft er iets tegen de Vlaamse leeuw in het Vlaams parlement? Enter Hannelore Goeman. Zij steekt het woord front in halfrond.
Het valt mij op dat er plots ineens een nieuwe vlag is verschenen in ons half front. In plaats van politiek is zij meer bekommerd om het decor van het voorzittersambt. Wat mij enorm steurt is dat u vandaag misbruik maakt van de situatie om hier politieke statements te maken. En dat vind ik het ambt van voorzitter onwaardig. Ze zorgde ervoor dat het parlement meer dan een kwartier stil stond. Progressief noemen ze dat. That's right.